Zweeds. De titel, Pets of Gretel. Er zijn meerdere varianten die ook worden. Pets versus Gretel of dergelijke. Ik begin eigenlijk eerst met een metafoor. Nee, heb ik snap het. Toen ik hem zag, moest ik ook heel hard lachen. Dat is leuk. Ik begin een metafoor door de pets en de kettles te vergelijken hoe we in het dagelijks leven er naar kijken en wat voor band we daarmee hebben. Zelf thuis, ook met mijn kinderen, die ook nu, heb ik een kat, heb ik een hele nauwe band mee. Als er iets met haar aan de hand is, dan voel ik dat. Als ze ziek is, dan voel ik dat. Heeft speciale aandacht en zorg nodig. Is niet vervangbaar. Ik kan je voorstellen, als je kinderen hebt en een pakketje gaat dood en je zegt, ik koop een nieuw pakketje, dat werkt niet. Een band, die is er. Nou, dat heb je ook bij pets. Als je bij kettles kijkt, dan is dat een meer massaproduct. We zien de koeien in de wei lopen, één meer of minder. Ja, het maakt niet echt uit. Die band met een koe is anders dan met een huisdier. Die analogie wil ik doortrekken naar de IT en in dit geval naar de OpenStack. Ik zit al ongeveer 25 jaar, iets meer, in de IT-business. Ik heb eigenlijk alle afdelingen van de IT ongeveer in mijn carrière tot op heden gehad. Van eenvoudig operatorwerk tot aan architectuur, engineering, maar ook strategie. Wat ik eigenlijk in al die tijden gezien heb, met name tot 10 jaar geleden, de business behandelt haar of zijn informatiesysteem als zijn pet, als zijn huisdier. Dat is heel belangrijk. Waarom is het belangrijk? De business is daar heel erg afhankelijk van. Zonder die pet kan de business hedendaags niet overleven. Dus eigenlijk, als je aan zijn pet komt, dan kom je ook aan zijn ding. En daarom is het ook belangrijk dat de business altijd zijn pet goed beveiligt tegen allerlei invloeden van buiten. In de jaren 2000 tot en met 2005, 2006 was het zo zelfs dat onze klanten hun eigen computer onder zijn bureau wilden hebben. Want waarom? Dan zag hij het systeem draaien, af en toe kon hij aaien, af en toe een knopje uitzetten wanneer hij of zij dat wilde. Met de virtualisatie van de golf van de afgelopen 10 jaar zijn al die fysieke machines onder de bureaus of ergens in de kast zijn verdwenen naar virtuele machines, naar grote machines, ergens in een datacenter. En dat was eng. Want ze zien het niet meer. Ze zijn afhankelijk van IT. Ze zijn afhankelijk van wat wij aanbieden. Die slag is geweest. De volgende slag die nu loopt is, we gaan naar de cloud. Is dat on-premise of off-premise? In dit geval, mijn context vandaag is on-premise, OpenStack, op je eigen datacenters. Maar ja, nu de informatiesystemen op afstand zijn, willen de klanten toch een bepaalde sturing en invloed hebben op de dienstverlening. En hoe hebben ze dat gedaan? Daar hebben ze het SLA voor uitgevonden. Service Level Agreements. Op basis van harde afspraken, duidelijke afspraken, belooft de IT-afdeling bepaalde diensten af te leveren tegen een bepaalde prijs, tegen een bepaalde performance. Nou, dat is de golf die tot nu toe geweest is. Naar de volgende slide kijken. Ja, nou zijn wij als IT-afdeling, doen wij die hosting, de virtualisatie, we doen de dienstverlening naar de klant. Maar ja, als ik even naar de downtime statistieken kijk van Nederland, dat was even een snapshot van gisteren of eergisteren. Daar wordt bijgehouden welke bedrijven de afgelopen periode, dus de top 12, een storing hebben gehad. Dan zou je kunnen afvragen, hebben deze machines hun IT niet op orde? Natuurlijk hebben ze hun IT op orde. Hebben ze niet state-of-the-art technology? Natuurlijk hebben ze dat. Maar toch staan ze in de top 12. En deze verandert wel, maar er zijn een paar hardnekkige terugkomers. Nou, als CIO, als business, is het nou een plaats waar je zou willen zijn? Ik heb in deze rol gezeten en ik ben heel vaak op deze site geweest in mijn vorige leven. En ik kan u vertellen, het voelt niet lekker. Waarom niet? De hele media weet wat er aan de hand is. Waarom niet? De interne CIO-afdeling zet dermate druk op de IT-afdeling, want de IT wordt in verlegenheid gebracht, de CIO wordt in verlegenheid gebracht. Maar ook de business lines. Dus hier zou je niet willen zijn. En hebben deze klanten geen SLA's? Natuurlijk hebben ze SLA's. Hebben ze geen goede IT? Natuurlijk hebben ze goede IT. Maar ja, helaas, het gebeurt. We krijgen downtime. En de kunst eigenlijk van ons is als IT-afdeling,
Hoe gaan we dat minimaliseren? Hoe gaan we de business als IT-afdeling helpen om hun business goed te doen zonder downtime en onze CIO ondersteunen? Wat ik ook de laatste tijd merk, en volgens mij is dat niet onbekend voor jullie. Soms is het zelfs zo dat een externe klant eerder weet dat mijn systeem down is dan ik. En dan zie je het op Twitter en op Facebook, zie je het exploderen. Nou, dit is de situatie waar we vandaag in leven. En hier heeft een CIO dagelijks mee te maken. Als we over de CIO hebben, dan zouden we moeten even kijken van wat zijn nou de problemen en de prioriteiten van een CIO. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar als ik naar de eerste top 5 kijk, heeft het met name de infrastructuur te maken. In de context van onze OpenStack-omgeving zullen al deze problemen op onze OpenStack-omgeving van toepassing zijn. Een vraagje aan jullie. Wie weet wat de houdbaarheidsdatum van een CIO is, van een gemiddelde CIO? Drie jaar. 4 jaar. Nou, ik zou nu vertellen, 18 maanden. De gemiddelde houdbaarheidsdatum van een CIO is 18 maanden. Dus als een CIO in dienst komt, wat is zijn eerste prioriteit? Natuurlijk business enablen, maar ook zorgen dat de operationaliteit niet in gevaar komt. Want als de operationaliteit in gevaar komt, heeft hij direct op zijn bord. En daarom worden de SLA's gemaakt over de beschikbaarheid, over de TCO, over allerlei zaken, zodat de CIO lekker kan slapen en eigenlijk kan bouwen op een IT-afdeling. Maar als hij dat ook doet, dan moet hij ook vertrouwen hebben in de IT-afdeling. Want alleen maar hardware neerzetten en software neerzetten die allemaal getest en mooi is, daar kom je er niet mee. Echt niet. Uit ervaring kan ik spreken. Ik heb de mooiste hardware gekocht bij mijn ex-vrienden van IBM ooit in mijn leven. De beste hardware. En ik had downtime. Niet omdat de hardware zo slecht was. Er zijn allerlei oorzaken waarom je downtime krijgt. Dus eigenlijk als IT-afdeling moeten wij de klant ondersteunen en de CIO ontzorgen dat ze geen downtime krijgen. Nou, deze plaatjes hebben jullie vanochtend al gezien bij de introductiegesprek. De CIO die wil natuurlijk zijn baan houden. Wil de business zo goed mogelijk bedienen. Nou, om dat te doen hebben wij als IT-afdeling ook gezegd, nou, we gaan het allemaal beter doen. We gaan een private cloud neerzetten. Want dan zijn we elastisch. We gaan beter alignment doen. We zijn sneller. We zijn efficiënter. We gaan innovatief zijn. Tegen lagere kosten. En we gaan onze SLA's halen. Dat zeggen wij tegen de CIO. En de CIO denkt, dat is mooi. Ik kan dit goed verkopen naar de klant. Dat is ook zo. Dat doen we ook wel. Maar verkoop en praktijk zit toch wel een beetje uit elkaar. De verkooppraatje is makkelijk, maar het doen en het neerzetten en aan voldoen is een tweede. Want eigenlijk, wat heb je nou nodig om een goede infrastructuur neer te zetten, om de SLA's te halen met deze OpenStack-omgeving die we voor ogen hebben? Het begint allemaal op een paar hoofdpunten. Een reliable infrastructuur. Dat betekent dat als je een infrastructuur neerzet, dat je op blindelings zou moeten vertrouwen. Tegenwoordig de hardwarevoorzieningen zijn dermate goed. Daar hoef je eigenlijk minder zorgen om te maken. Het gaat er meer om wat zet je op de hardware. Hoe installeer je het? Hoe configureer je het? En hoe maak je het zo tailor-made dat het jouw workload en jouw voorzieningen kan voldoen? Ook je applicaties, wat tot de infrastructuur behoort, moet ook om kunnen gaan met deze omgeving. Je kan nog zo'n goede infrastructuur hebben. Als je applicatie niet goed is, dan zal je Nodus of de andere machines onderuit vliegen. Naast de infrastructuur heb je ook de serviceprocessen nodig. Je moet allerlei tools en middelen hebben om deze omgeving goed te monitoren, om proactief van tevoren de problemen zien aankomen. Nou zeggen we allemaal, we kunnen het en we doen het. Dat klopt ook wel. Maar in de private cloud omgeving, het is nieuw. Het is de OpenStack is allemaal in ontwikkeling. Er zijn allerlei toeters en bellen die je zou kunnen aanzetten. Welke zet je aan en in welke mate en welke opties. En als laatste, een professionele service management organisatie. En hier is het key element, het gaat om je mensen. Want IT
En ieder bedrijf die steunt op IT heeft te maken met professionals die intern allerlei zaken doen. Goed personeel, goed opgeleid personeel, personeel met veel kennis van zaken of een business partner gezamenlijk als backup om een omgeving te supporten is van wezen belang om bepaalde SLA's te halen. Ik heb een voorbeeld uit mijn verleden. Ik had dat was de tijd dat de internetbankieren opkwam. Dat via de World Wide Web je saldo kon opvragen en dat soort dingetjes. En er moest een heel nieuw systeem komen. Dan had ik de mooiste en op dat moment de duurste, de snelste, de meest high available systeem gekocht. En met het project geïmplementeerd. Goed infrastructuur, allerlei mechanismes ingeprogrammeerd. Mensen laten opleiden, uiteindelijk gingen productie draaien. En op een blauwe maandag, ik weet niet wanneer, ging het systeem onderuit. En het ene systeem ging niet onderuit, de hele backplane ging onderuit. De fouttolerante hardware machine die volledig dubbel was uitgevoerd, ging er compleet onderuit. Paniek binnen de tent. We hebben ook de media gehaald dat de online bankingdiensten niet beschikbaar waren. Maar ja, op dat moment, ik kan niet vertellen hoe ik me toen gevoeld heb. Ik heb die machine aangeschaft, ik heb ze laten bouwen, ik heb ze laten beheren en onderhouden. En de CIO die keek naar mij van, ja Roran, dit was jouw state-of-the-art machine en wat ga je nu doen? Gelukkig, en dan zeg ik echt gelukkig, heb ik altijd met dit soort omgevingen een business partner of een leverancier die 100% support levert en achter je staat. Want als er echt panne is, moet je terugvallen, dan heb je geen andere keus naar je leverancier. Want daar zit de kennis, daar zit de kunde, daar zitten ook de mensen die dit heel veel ervaring mee hebben. Dus even op papier je SLA's neerzetten en zeggen dat je ze haalt. In de praktijk doen we dat allemaal, maar de praktijk is weer lastiger. Het is echt moeilijk om de juiste SLA's tegen de juiste dienstverlening, tegen de juiste kosten aan te bieden. Nou hebben we een OpenStack. Stel dat wij een OpenStack infrastructuur neerzetten. We hebben de afgelopen jaren altijd gezegd, OpenStack is nog niet gereed voor productie. Die tijd is voorbij, mensen. Het is nu eigenlijk niet of we het gaan gebruiken, maar wanneer en in welke mate. En nog belangrijker, hoe veilig gaan we het gebruiken? Er zijn al grote bedrijven. Ik heb hier een stuk uit Forrester Research gehaald. Er zijn al grote bedrijven die al overgestapt zijn op OpenStack. Een van de meest bedrijven die dicht bij mij business op dit moment zit, is ook in Duitsland, is BMW. BMW draait al op OpenStack versie en daar draaien ze al productie op. Zo heb je ook Walmart in de United States en dergelijke. Dus eigenlijk wat je nu ziet is, OpenStack, hebben we al eerder gezegd, is niet meer nice to have. Het is meer van, als je nu niet meegaat met deze flow, met deze verandering. De eerste verandering is virtualisatie naar LPaaS, naar VM's. Nu is de tweede stap naar de OpenStack en de cloud-omgeving. Als je hier niet mee kan draaien of mee wil draaien, kan je dadelijk in de positie komen dat je wellicht op sommige gebieden de innovatie, de vernieuwingen zal missen. En dat zal dan toch impact hebben op je business. Want die business, het maakt de business niet uit of je op een OpenStack draait of een closed stack. Zij willen de dienstverlening. Wij als IT'ers vinden de OpenStack sexy stuff. Dat is onwijs goed. Het heeft zich bewezen. Maar ja, we moeten wel allerlei voorzieningen doen om dat op orde te krijgen, zodat we die availability kunnen aanbieden. Ja, eigenlijk als IT-afdeling sta je voor de keuze. Wat ga je nou doen als je de OpenStack, als je van overtuigd bent dat je deze weg op wil gaan, heb je twee wegen. Je downloadt de OpenStack versie van de internet, gratis te verkrijgen. Je gaat installeren, je gaat aan de slag. En je kijkt wel hoe ver je komt met configureren en wanneer je up bent. Tweede weg is, je neemt een Enterprise Ready distributie. In dit geval, een van de distributies is SUSE Enterprise OpenStack Server. Waarin allerlei zaken voor jou voorgeprogrammeerd, voorgehardend en uitgetest is. Als je de keuze gaat maken, de eerste keuze, je gaat een OpenStack distributie downloaden van het internet en je gaat aan de slag. Ik vergelijk dit hetzelfde als toen ik klein als kind was, toen
Ik denk dat iedereen dat hier een beetje heeft gehad. Met Lego heeft gespeeld. En het was heel leuk. Elke keer iets leuks maken, iets leuks bouwen. Ik haal het uit de doos. Handleidingen lezen, dat was ook niet mijn ding. Vond ik niet leuk. Dus ik ging aan de slag. En elke keer als ik aan de slag ging, was het net iets anders. Ik kreeg nooit exact hetzelfde plaatje als op het doosje. Maar het was wel leuk. Leuk, lekker inventief bezig zijn. En eigenlijk, toen mijn moeder een aantal keer zei, ja, kijk eens even, ik ga het even voordoen via de handleiding. En dat was nog mooier, veel leuker. En elke keer hetzelfde product. Nou, dat zie ik ook een beetje met de open stack. Er zijn minimaal 10 tot 12 componenten die je moet configureren en installeren. En samen laten werken, zodat je één geheel georchestreerd package hebt. Nou, ik kan u vertellen, volgens mij moet je daar een masterstudie voor starten. Al die verschillende projecten, de storage, de netwerk, de distributie, de compute node, de monitoring, de security. Wil je op alle gebieden knowledge hebben? Ik ben van mening, begin dan maar aan een soort studie, want dat is echt niet te doen. Dat is één. En stel dat je het doet, de evolutie van de OpenStack gaat zo snel. Zoals jullie weten komt ieder 6 maanden een nieuwe cycle. De nieuwe features die eraan komen. Nou, als je daar je in verdiept, dan denk ik dat je heel veel tijd kwijt bent. De andere versie is Enterprise Ready versies gaan gebruiken. Ik vergelijk dit eigenlijk met als volgende. Ongeveer 7, 8 jaar geleden heb ik mijn eerste MediaBox gekocht. En daar kon ik een schotel op aansluiten. En dan kon ik allerlei kanalen kijken. Dat was heel leuk. Ik zet hem aan, hij deed het. Ik zet hem uit, hij deed het. En op een gegeven moment werd ik nieuwsgierig. Ik dacht, wat is het nou voor een machine? Ik ben even gaan googlen en ik ben aan het kijken, wat is het? En het blijkt dat daar een IBM Power processor in zit en het draait op Linux. Ik zeg, hé? Heb ik nou Linux thuis draaien? Mijn vrouw en mijn kinderen, die gebruiken een apparaat. En het is gewoon Linux. Maar het interesseerde hun niet wat erop draaide. Het ging erom, ze konden de kanalen kiezen, ze hadden een leuke interface. Alles stopte er en eraan. Nou, ik denk dat je bij de OpenStack Cloud jezelf heel veel pijn en moeite kan voorkomen door een distributie te gebruiken waarin alles al voor jou voorgekookt is, gehardend is, getest is, maar ook een hele stabiele lifecycle voor jou bedacht is. SUSE heeft ervoor gekozen om ieder jaar één groot major release uit te brengen. Dus als jij dan gaat upgraden naar de volgende release, dan zitten alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar, wordt voor jou volledig uitgetest, gescript, gehardend en beschikbaar gesteld. En als je naar je eigen IT-personeel kijkt, mensen, waar zouden we ons moeten focussen? Willen wij elke keer het wiel uitvinden? Want dat wordt al ergens voor ons gedaan. Of moeten wij gebruik maken van bestaande middelen? Ik denk het laatste, want ik denk dat mijn IT-personeel veel beter inzetbaar is en waardevoller is om een toegevoegde waarde aan de business te leveren. En niet met allerlei dingetjes uitzoeken, troubleshooten, En uitzoeken kijken hoe ver je komt. Want ook hier, zometeen een andere sessie, ik ga het mijn collega laten zien. En jullie hebben het vanochtend ook gezien. Het kan echt, als je zelf doet, kan het dagen, weken, misschien maanden duren. Er zijn voorbeelden van. Wij kunnen laten zien, en ook andere distributeurs die de Enterprise Ready aanbieden, dat wij binnen 10 minuten tot een kwartier een hele OpenStack omgeving operationeel hebben. En dat kan iedereen hier uit de zaal kan dat zo opstarten. Dat is helemaal voorgeconfigureerd. Allemaal voor jou bedacht. Afgelopen 3 jaar heeft SUSE ook de Intel Rule the Stack contest gewonnen. Daar gaan Intel, Red Hat, SUSE en andere bedrijven in een wedstrijdje kijken. Je hebt een bare metal systeem. Hoe snel kan je het up and running krijgen, productierijp krijgen? Nou, SUSE heeft dat de laatste keer binnen de 10 minuten gedaan. Weer nummer 1. Dit geeft aan dat SUSE hier enorm veel tijd aan besteedt om het lifecycle management en het installatiewerk uit handen neemt. En een enterprise ready distributie voor jullie ter beschikking stelt. Nou, als we dan over de high availability kijken van de OpenStack omgeving. Dan is dit een schematische weergave van hoe het eigenlijk in basic terms eruit ziet. We hebben een admin server waar wij de hele omgeving beheren.
en eigenlijk de HA-clusteromgeving. Deze. Dit is een cluster die je SUSE Enterprise Linux Server in combinatie met OpenStack standaard ter beschikking stelt. Voor jou voorgeconfigureerd en voorgeparametriseerd, zodat als jij out of the box een installatie doet, heb jij een geclusterde control node. Waarom heb je dat nodig? Want al deze compute nodes waar al onze pads draaien, al onze VM'tjes, die moeten altijd bestuurd, die moeten altijd gemonitord worden, maar ook we moeten ze altijd kunnen aanmaken, vergroten en verkleinen. Daarom is deze laag heel erg belangrijk. Doe je dit niet, als dit eruit valt, dan zijn je ogen en oren over deze omgeving volledig weg. En dat heeft SUSE voor jou helemaal kant-en-klaar neergezet. Op basis van de SUSE Enterprise Server High Availability Service. Hoe zit dat dan in de praktijk? Even één laag dieper. Dus we hadden de admin nodes, die hoef je niet high available te maken. Maar de control nodes waar we het over hadden, die worden standaard out of the box via de clusteringmechanisme Pacemaker voor jullie neergezet. Een voorbeeld zou kunnen zijn, de meeste van ons gebruiken VMware. En boven de VMware draaien we op Windows of Linux. Nou, hier in dit geval draai je gewoon een SUSE Linux Enterprise Server 12 met een applicatie erop. VMware zal primair ervoor zorgen dat de VM tot het OS hier, van de ene omgeving naar de andere omgeving, gefailoverd wordt. Als bij calamiteiten. VMware maakt geen standaard notitie van dat er een applicatie op draait. Neem gewoon de hele omgeving mee, volume group naar de andere kant, opstarten en alle scripts opstarten, zodat je applicatie weer opkomt. Wat wij een add-on hebben gedaan is de high availability optie, zodat ook jouw applicatie aware is dat die gefailoverd is. Maar dan gaat hij ook kijken van hoe ver ben ik in mijn log geweest, wat waren mijn transactiedetails. We hebben standaard plugins binnen ons product, bijvoorbeeld WebSphere, Apache of DB2 of Oracle. Voor dat soort omgevingen zitten standaard voorgeconfigureerde agents die jou helpen, zonder dat jij daar error-free allerlei uitzoekwerk kan installeren. En als we kijken naar de HA-capabilities van de VMware-omgeving, waar de images op draaien. Dat zijn weer de pads waar de klant om geeft. Dus eigenlijk wil jij dadelijk ook met de OpenStack een volledige HA-omgeving hebben. Dan is het niet alleen de control node, want daar heb je de stack mee veilig gemaakt. Maar je moet het ook op de VM-level regelen, zodat die downtime zo laag mogelijk is. Van de week was ik bij een klant, die heeft zijn omgeving draaien met SAP erop. Exact hetzelfde als hier. En zij hebben nu een downtime van een half uur, omdat ze het standaard VMware clustering hebben en er veel over. Bij het doorvragen van, ja, hoe komt het nou dat je een half uur hebt? Dat zat hem in de database. Dus je moet ook iets verder kijken dan alleen je VM. Ook de applicatie moet high available geconfigureerd zijn, zodat die om kan gaan met jouw veel over naar de andere kant. Hoe lang is dat, een half uur per jaar? Sorry? Dat is een half uur per jaar. Nee, als ze nu down gaat gaan, ja, zijn ze een half uur kwijt om weer up te komen. En hoe vaak moeten ze dat doen? Niet vaak. Die getallen heb ik niet. Maar als ze down gingen, was het een half uur. De database moest zich recoveren. Nou, dat was de meeste tijd waar ze kwijt aan waren. Nou, in ieder geval een paar key messages wat ik mee wil geven. Als je een OpenStack cloud start, wil je pain-free cloud experience hebben. Je wilt het snel deployed hebben. Een snelle upgrade, een stabiele release en non-disruptive. Deze non-disruptive heeft ook te maken met lifecycle management. Bij de distributies die wij uitbrengen, zullen de volgende versies rolling upgrades gaan voorzien, zodat je niet meer down hoeft te gaan. Ook dat is belangrijk voor de hele availability. Het is rock en solid en solid. En wat al eerder zei, het is een cloud omgeving waar die heel erg open is. Er zit geen vendor lock in. Wij kunnen draaien met onze omgeving op VMware, op Xen, op KVM, maar ook op Microsoft Hyper-V. Al deze features zitten in onze support services die wij vanuit SUSE voor jou aanbieden. En nogmaals, als de CIO zou moeten kijken van waar ga ik mijn geld op inzetten en waar ga ik mijn focus op zetten om mijn SLA's te halen,
Ik heb een aantal hier genoemd. Ik denk, de CIO die hier naar zou kijken is, wat is een main objective? Een CIO kijkt meestal in terms van risks. Hoe kan ik mijn risico's zo min mogelijk maken? Nou, de eerste risico die naar voren komt is bij de installatie. Heb je een hele goede, robuuste, goed voorgeconfigureerde installatie, dan haal je heel veel pijn weg. Iets anders is secure en compliant. Dat was ook een van de punten waar de CIO op afgerekend wordt. Als je een enterprise versie neemt, die is echt gesecured. Die is helemaal gestript en gecompleteerd, zodat je geen ballast mee krijgt. Geen open poorten, open deurtjes. En als die er zijn, een enterprise versie heeft support. Je krijgt direct de patches gedownload op je cluster of op je omgeving, zodat je weer compliant bent. 7x24 uur support bij een enterprise versie. Bij een OpenStack versie ben je op je eigen organisatie en misschien op je vrienden en de gemeenschap aangewezen. Implementatiekost heb ik op high genoemd bij de OpenStack. Waarom? Ik zei al, trial and error. Het is leuk. Onze engineers vinden het leuk om een OpenStack in elkaar te zetten. En het is echt leuk. En als je het voor elkaar hebt, dat geeft ook een lekkere kick. Maar waar is de IT eigenlijk voor bedoeld? Een toegevoegde waarde leveren voor de business. En niet om een heleboel leuke dingen doen en dan voor elkaar krijgen dat het mooi werkt. Het moet er zijn. IT doesn't care, maakt niet uit. Zij willen de dienstverlening en geen technologie-driven focus hebben. De lifecycle management is bij een OpenStack distributie, kan ik vertellen, dat je van alles vanaf vooraf aan moet onderzoeken, moet uitzoeken, moet kijken of alles nog werkt, of alle parameters nog met elkaar gaan werken met de eerstvolgende releases. Bij een enterprise distributie is dat allemaal voor jou al uitgetest, helemaal uitgekristalliseerd. Dus jij gaat een upgrade doen die minder pijnlijk is, maar ook minder tijd en geld in beslag gaat nemen. En dat betekent ook dat de kosten van je implementatie, maar ook van je personeel, lager zullen zijn. En hier het meest belangrijke, dat is aan het bedrijf te bepalen, waar wil je focus hebben als IT-personeel? Op techniek? Dan moet je de OpenStack downloaden en dan moet je aan de slag gaan. Of wil je de business enabelen? Wil je een toegevoegde waarde aan de business enabelen? Ik denk dat de CIO hier een heldere gedachte over heeft wat hij zou willen kiezen. Ja, als ik zo naar dit plaatje kijk, ik zou daar ook willen zitten. Want eigenlijk ben je in controle, planmatig. Ik zie helemaal geen paniek of andere zaken. Eigenlijk zijn we goed aan het monitoren. We proberen de business zo goed mogelijk te bedienen. En hoe gaan we dat doen? Wat mij betreft, en als ik naar de zorgen van de CIO kijk, zou je een distributie moeten nemen of kunnen kiezen die enterprise ready en hardened is. En als je dat ook doet, dan heb je ook nog de kans, een grotere kans, dat je de SLA's behaalt. Meer informatie over onze cloud zijn hier wat webadressen. We hebben ook recent een use case toegevoegd, die is op YouTube te bekijken, hoe ADP, de OpenStack, heeft geïmplementeerd om zijn of haar klant volledig te bedienen. Op SuzeCon in juni heb je al november is al over genoemd. Daar gaan we alles vertellen over OpenStack. We gaan alles vertellen over software defined storage. We gaan alles vertellen over high availability en Docker en virtualisatie. En als laatste, ook binnenkort, er zijn allerlei events met Intel samen om de OpenStack Cloud wat verder uit te diepen en de samenwerking naar voren te brengen. Dit was mijn verhaal. Sorry dat het iets langer heeft geduurd. Als er nog vragen zijn, brandende vragen, wil ik die graag beantwoorden. En anders ben ik gewoon op de stand. Ik ben bereid al jullie vragen mee te nemen. En dankjewel voor de aandacht.